Traditiegetrouw zijn de proms van het Zeeuws Orkest een verrassende combinatie van een traditioneel nieuwjaarsconcert met Strauss en iets frivols. Dit jaar de bijzondere vriendschap tussen Marlene Dietrich en Edith Piaf. Frédéric Sluiterman van Loo en Irene Kuiper brengen een speciaal programma, geïnspireerd op hun theatervoorstelling In bed met Dietrich en Piaf, maar dan als concertanten. De tragiek is voelbaar. De gordijnen zijn al jaren dicht. Tussen alle verzamelde troep vanuit haar bed kijkt Marlene Dietrich terug op haar leven. En dan krijgt ze op een avond bezoek van een kleine, drukke gedaante. Een bijzonder theaterconcert, een denderend nieuwjaarsfeest. Een theatrale combinatie van mooie chansons, bijzondere arrangementen en natuurlijk de prachtige symfonische klanken van ons Zeeuws Orkest. Op wie moet je letten tijdens deze concerten? De klarinet is ondeugend in het krap verwald van Johannes Strauss. Een mooie vertaling is het woud van de oliebollen. We presenteren de klarinet met ons orkestlid Rianne van Tienen in de mini-documentaire Wat zit er in mijn kist? Voor de muzikus is zijn instrument zijn alles. Beschermd in de koffer of kist vinden we ook veel kleine zaken met een vrouw. En daarmee maken we kennis met de persoon achter het instrument. De klankkleur van mijn instrument is rond, wollig en kleurrijk. Na de muziekschool ben ik doorgegaan naar het conservatorium. Dan ben je natuurlijk veel aan het studeren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op een trapje tussen de was ging zitten om mijn klank goed te kunnen horen en alle bijgeluiden. Als hij dan daarna weer in een normale ruimte kwam, dan klonk het gewoon heel veel mooier. Voor de muziek denk ik vaak in lijnen, verhaallijnen. Maar vooral ook lijntjes naar de andere muzici. Je luistert naar iedereen. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. Je bent samen één geheel, maar iedereen is onmisbaar en het geeft zijn eigen kleur weer aan het geheel. Mijn eerste repetitie met het Zeeuws Orkest kan ik me nog heel goed herinneren. Het begint meteen met een solo. Ik wist gewoon niet wat me overkwam. Ik speelde daar zo voor mijn gevoel in mijn eentje. En dat geluid van die strijkers, dat kwam omhoog. Het leek net of ik werd opgetild. Ik vond het gewoon heel bijzonder. En ook heel erg mooi. Toen was ik meteen helemaal verliefd natuurlijk op het geluid en op het orkest. Slechts drie keer te zien. Op donderdag 12 januari in Terneuzen. Op vrijdag 13 januari in Vlissingen. En op zaterdag 14 januari in Goes. Hopelijk tot dan.